Goedemiddag, het is vandaag vrijdag en ik heb echt super lang niet gevlogd, maar ik heb er vandaag weer zin in. Ik heb net getankt, ik heb een lekkere cappuccino gehaald voor onderweg. Ik had hier echt zoveel zin in. En ik ga nu richting Amsterdam, ik heb daar een paar afspraken. En ik neem jullie vandaag gewoon gezellig mee. Ik heb vandaag ook afgesproken met een vriendinnetje. En we hebben misschien wat leuks te bespreken. Dat ik jullie misschien later nog even ga vertellen. Maar ik weet nog niet zeker of het vandaag nog kan. Maar dat horen jullie allemaal nog wel. En ik heb ook nog afgesproken met een meisje die interesse had in mijn Gucci tas. Ik heb mijn Gucci tas ook mee. En misschien ga ik dan mijn Gucci tas verkopen. Want ja, ik had vorig jaar een Gucci tas gekocht. Maar ik draag hem echt amper. En ik vind hem echt heel erg onhandig. Omdat mijn camera er niet in past samen met mijn mobiel. En mijn portemonnee. Ik vind het gewoon zonde om een dure tas te kopen die je vervolgens niet gaat gebruiken. Dus ik doe hem liever weg. Dat een beetje. Dus ik neem jullie vandaag mee. En ik ga nu snel rijden. Wacht, ik wil nog even wat vertellen. Want ik ben echt fucking trots op mezelf. Ik heb gisteren sarma gemaakt. Voor de eerste keer. Nee, ik lieg. Voor de tweede keer in 5 jaar. Voor de tweede keer in 5 jaar tijd. Maar het was best wel goed gelukt. Dus ik ben echt trots op mezelf. Dat wil ik nog even zeggen. Oké, ik ben inmiddels in Amsterdam. En ik ben sushi eten met iedereen. Oké jongens, we hebben net lekker sushi gegeten. Dat was echt lekker, hè? Ja, dat was heerlijk. En we lopen nu even naar de auto. Oh, shit. We lopen nu naar de auto en ja, wat gaan we nu eigenlijk doen? Niks. Een beetje chillen. Thee drinken. Ja, ik heb daar wel zin in, hoor. Ja, ik ook. Maar mijn buik zit echt helemaal vol. We gaan even denken wat warms drinken en daarna ga ik even snel naar huis. Jongens, ik wil jullie voorstellen aan Dinar. Hi baby. Hi baby. Hi, wat ben jij mooi, hè? En ze is al wat gegroeid, hoor. Ze was nog kleiner. Hi lieverd. Oh, wie is dit? Wie is dit? Wat ze? Jij vindt die nog niet zo leuk, hè? Kijk, maar ze hebben laatst zelfs een beetje gevochten. Lira heeft een paar wondjes bij haar oog. Zien jullie dat een beetje? Kijk, laat eens zien. Heb je een beetje gevochten met Dinar? Je vindt hij niet zo leuk, hè? Nee. Wil je even naar buiten? Wil je even naar buiten? Kom. Kom je? Goedemorgen guys, het is vandaag zondag en ik ben me aan het klaarmaken voor een verjaardag. Want ik heb zo'n verjaardag van Ertina, de dochtertje van Saranda wordt vandaag 1. Dus ik ga me zo klaarmaken en ik dacht, waarom niet opnemen. Ik heb een paar nieuwe producten besteld op Boozy Shop laatst. Ik heb een paar nieuwe producten gekregen. Ik wil het allemaal vandaag voor jullie opnemen. Ik heb trouwens een cadeautje gekocht van de... Hi Nes! Nes is thuis. Ik heb trouwens vandaag een cadeautje gekocht van de bijenkop voor haar. En hier zit een Burberry truitje in. Ik ben er echt blij mee. Hoi Nesje. Hoi, ik ben echt nu aan het opnemen. Gezellig hoor. Oké, Nessie was net thuis gekomen. Ik ga me snel klaarmaken, want ik heb eigenlijk niet meer zoveel tijd. Ik heb nog maar een uurtje. En ik begin gelijk met de primer. En ik gebruik tegenwoordig deze producten van bij Kelsha. Deze primer is echt top. Hij heet de 24K Gold Facial Elixir. En het ziet er zo uit. Het ziet er echt zo mooi uit. Kijk, één keer. En hier zitten dus goudvlokjes in. Als je deze primer op je huid doet, dan gaan die goudvlokjes dus smelten in je huid. En die geef je dan een natuurlijke glow. Het is echt super mooi. En dit is voor alle huidtypes geschikt. Dit is de Day and Night White Gold Elixir. En dit is voor dag- en nachtverzorging. En hij ziet er zo uit. Even kijken hoor, ik moet een beetje focussen. Dit is dus voor de verzorging van je huid. En dit geeft je huid een stralende en frisse gloed. Dus die gebruik ik dag en nacht nu. In combinatie met deze als ik make-up op doe. En dit is voor alle huidtypes. Dus ook voor alle huidtypes, maar voornamelijk voor de droge huid. Oké, dus wat ik tegenwoordig gebruik is deze twee producten. Dit is voor de verzorging van je huid. En deze gebruik ik alleen als primer voor de make-up. En dan blijft je make-up echt super goed zitten. Oké, ik begin eerst met deze. En ik doe niet zo heel veel op. Ik doe echt een klein beetje op. Nadat ik deze heb gebruikt, voelt mijn huid eigenlijk al super glad aan. Dit is echt fijn. Nu doe ik deze primer op. Daar doe ik ook heel weinig van op. Gewoon een beetje hier, 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 voorhoofd. Wow. Als er veel uitkomt, smeer ik het ook gewoon op mijn handen. Even kijken, even goed uitsmeren. En nu gaan al die goudvlokjes dus in je huid smelten en dan krijg je echt zo'n mooie glow. Het is echt de perfecte combinatie
voordat je make-up aanbrengt. Je krijgt er echt een heel mooie glow van. En je make-up blijft echt heel lang zitten. Ik heb hem inmiddels 2 weken uitgeprobeerd. En ik vind deze ook echt lekker ruiken, want het ruikt naar waterlelie. Wat ik heel fijn vind aan deze producten, dat er alleen maar natuurlijke ingrediënten in zitten. Het zijn namelijk serums. Oké, nu ben ik klaar met de serums. Laatst deze 2 concealers besteld bij de Boozy Shop. En die vind ik echt super goed en zijn echt heel goedkoop. Ik gebruik altijd als eerst de Peach Corrector. Oh, Dina begint te piepen. Ik denk dat ze hier naartoe wil. Ik heb even net zijn deur dicht gedaan. Ik ga echt even snel mijn make-up doen. Even mijn puis bedekken. Wat ik ook nog wou zeggen, deze primer van By Kelsha doet me een beetje denken aan deze primer van NYX. Alleen deze is echt geschikt voor de droge huid, want het maakt je huid echt heel erg vettig. En deze is echt geschikt voor alle huidtypen. Deze is voor mij iets beter, van de andere krijg ik een beetje te vettige huid. Oké, ik heb laatst een beauty blender gekocht van de Kruidvat en ik vind hem echt super slecht. De ventilator staat aan, dus ik moet even oppassen met hoe ik spreek. Nu doe ik de concealer op in crème Creamy Beige. Deze is echt top. Hij dekt echt zo goed. En door de primer van het is mijn huid niet meer zo droog. Ik wil hier heel veel op smeren. Ik weet nooit hoe ik puist moet wegwerken. Ik heb trouwens nepwimpers op van AliExpress. En ik zal de link weer hieronder zetten voor jullie. Ik heb dat vorige keer ook gedaan. Ik weet niet of iemand ze al heeft besteld. Maar ik denk dat jullie ze heel goed gaan vinden. Zo, ik ben klaar met de concealer. Ik ga vandaag de foundation opdoen van NARS. Op dit moment nog steeds mijn favoriete foundation. En ik gebruik hier eigenlijk echt heel weinig van. Ben je klaar? Ja. Moeilijk vasten vandaag. Wat is dit, man? Wat? Alles. Mensen moesten aan het vasten, maar ik kijk elke keer in de koelkast waar de zin in heeft. Dat is toch vet raar? Deze kast, eten vanavond. Zo, ik ben nu echt fucking wit. Ik denk nou aan jouw video. Ja. Zo. Je spoort echt niet. Wat ben je allemaal aan het doen? Ik gang zijn in jouw video. Honey. Wat ben jij allemaal? Ik ben aan het opmaken. Voor de verjaardag. Waar je niet naartoe komt. Jawel, ik kom gewoon later. Ja. En ze hebben zo een show. Wat is dit truitje? Ja, ben zo klein. Ben. Ja, ze is een baby. Wat denk je? Of wat denk je dat het is dan? Hamburg Burberry. Ik had echt zoveel moeite met cadeautje kopen voor Etina. Want ze is best wel een grote baby. En haar maten waren er gewoon niet. Echt, haar schoenen. Ze heeft schoenmaat 21 of zo. Dat is niet eens meer van een baby, zei de verkoper. Oh, ik gebruik nu trouwens poeder van Laura Mercier. Laura Mercier, ik weet niet of ik het zo uitspreek. Ik moet echt opschieten, man. Oké, guys, omdat ik echt geen tijd meer heb, ga ik denk ik deze video hierna allemaal versnellen. Zodat ik gewoon mijn gangetje kan gaan en jullie nog kunnen zien hoe ik me klaarmaak. Ik heb echt geen tijd meer om alles stap voor stap nog uit te leggen. Dus hierna wordt alles versneld. Ja, soms gaat het goed, maar dan als die kleine even wild wordt. Ik zeg eerlijk, man, Dina is echt groot geworden, man. Ja, dat zei die buurvrouw ook al. Nee. Ze was echt klein. Kijk hoe groot ze is als je zo naar haar kijkt. Ja, baby. Gaat snel, man. Ja, echt. Toen ik daar had, was echt. Dat was echt mini. Ja, dat was echt mini. Maar ik vind dit de leukste leeftijd van de kat. Ja, vind je dat? Ja, man. Gewoon zo lekker jongerakken. Levendig. Nou, soms wel echt een beetje een plakbandje. Heb je haar al laten zien? Ja. Alleen nog maar op Insta. Ik
Kijk eens hoe mooi. Oh, Poepie is echt mooi. Tina. Hi, Bibi. Hallo. Hele. Dat dikke kont, jongens, kijk. Kijk hoe dik haar kontje is. Wat is er? Ja, laat, ga spelen alsjeblieft. Ik heb mezelf ingesmet met bronzer. Vind je het niet mooi of wel mooi? Huh? Ik ben er geen fan van. Ben je echt serieus? Ja. Wil je mij liever wit zien? Wit. Niet liever wit, man. Maar? Ik denk alsof ik net van Gerso kom heb. Ik ben er echt blij mee. Ik heb echt gewoon de perfecte huid. Mijn make-up is echt goed gelukt. Ik ga mij nu echt heel snel omkleden en dan rijd ik heel snel naar Saranda toe. Ik heb een taart van Etina gezien en die is echt perfect gelukt. Ik ga het allemaal straks voor jullie filmen. En nu, zoals ik zei, snel even omkleden, anders red ik het allemaal niet. Lida, wat ben je aan het doen? Oh, ben je weer naar buiten? Waar is Dina dan? Weet je ook niet, hè? Ik wil jullie even mijn jurk laten zien. Dit is mijn jurk. Ik ben er echt heel blij mee. Hij is mij iets te groot. Maar ik vind het prima zo. Dan kan ik lekker eten. Wil je ophouden met Lira lastig te vallen? Wil je het even doen voor mij? Je bent zo stout. Zo stout. Ik kan niet eens boos op je worden. Want je hebt zo'n mooi snoetje. Poepie. Niet doen, hè? Ik wil jullie trouwens even laten zien wat ik eronder doe. Ik weet niet of jullie het interessant vinden. Maar ik doe deze corrigerende broekje eronder. Het is zeg maar zo'n string. En het maakt je buik iets platter. Deze heb ik trouwens gewoon van de Primark. Oké, dit is het eindresultaat. Ik heb mijn jurkje aan. Ik ben echt blij met mijn jurkje. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Wow. Dit is het jurkje dat ik aan heb. Ready. Als ik naar de verjaardag ga, ben ik altijd bang dat het cadeautje uiteindelijk vergeet. Maar ik heb hem mee, gelukkig. Zou ik het niet druk om te maken. Ik ben net aangekomen. Ik zag net echt een super lieve vrouw. Ik was bij het tankstation, toen kwam ik een vrouw tegen. Toen zei ze van, ja, je rit is nog een beetje van boven open. Toen zei ik, ja, ik kan hem zelf niet dicht doen. Dus toen ging ze voor mij dicht doen. Echt super lief, echt een lieverd. Ik hou van zulke vrouwen, lekker positief. Even kijken, ik ga nu uitstappen. Ik heb echt heel veel honger. Bibi, ben je nog niet omgekleed? Nee, hè? Zo deze make-up allemaal eraf halen. Tenminste, dat er van over is. Want bij mij blijft er aan het einde van de dag echt niks meer over.
En ga ik gewoon even lekker douchen. Ik ga mezelf even opfrissen. Nessie blijft toch de hele nacht op vanuit de meer en de Ramon. Dus we gaan even samen opblijven. En dan ga ik gelijk deze vlog editen. Het was echt super gezellig. Het was super goed georganiseerd. Het eten was top. Het was echt super lekker. Ik had dus samenwerken met een Instagram page. Had ik dus zo'n grote ballon besteld voor Tina. En toen ik daar aankwam, toen zei ze er van, vroeg ik gelijk aan Saranda van, is die ballon aangekomen? Maar ja, ze had het echt zo druk die dag. Er waren meer dan 30 gasten. Dat ze dus niet door hadden, de ballon dus wel was geleverd. En toen had ik dus gelijk een meisje gemeld van, ja, bedankt voor de ballon. Eigenlijk heel sarcastisch, maar bleek dus achteraf dat die ballon gewoon echt netjes op tijd was geleverd. En toen ging ze dus cadeautjes uitpakken. En toen zag ik opeens zo'n grote doos. En toen ging ze die open en kwam er gewoon een ballon uit. En toen voelde ik me echt zo schuldig. Toen heb ik echt gelijk een mail gezet van excuses, dit en dat. Dat is dus gewoon netjes op tijd geleverd. Dus dankjewel daarvoor. Ik ga haar Instagram een beetje erbij noteren. En dan weten jullie dus waar het vandaan komt. Excuses nogmaals voor mijn botte mail. Maar ik dacht echt van, oh shit, ik heb iets besteld. En het is gewoon niet op tijd geleverd. Maar het is dus wel op tijd geleverd. Taart was op tijd geleverd. Het zag er super mooi uit. Echt een mooie taart. En de ballon. Ik heb echt naar mijn zin gehad. Ik heb veel gelachen. En ja, that's it. Ik ga bij deze mijn vlog afsluiten. En ik zie jullie dan bij de volgende vlog. Doei doei.